De brandweer is dinsdagochtend uitgerukt naar een brand in een bouwkeet achter het voormalige pand van Cinemariënburg. De vlammen sloegen enige tijd uit de bouwkeet, waardoor de brandweer de achterliggende gevel nat spoot om te voorkomen dat de brand zou overslaan. De oorzaak van de brand is niet officieel vast komen te staan, maar volgens de brandweer was het wel opvallend dat de brand zich concentreerde in de hoek waar de elektrische kachel stond. Het is niet het eerste incident in de bouwkeet. Afgelopen zondag waren er ook al problemen, toen met een gesprongen waterleiding.